In deze video gaan we het hebben over wat zou er gebeuren als je de twijfel gewoon los zou laten. En het zou kunnen dat toen je deze titel zag dat je dacht, help, help, help. En dat is super interessant. Want dat betekent eigenlijk juist dat het misschien wel niet aan je relatie ligt. Dus daar gaan we in duiken. Ik ben Paulien en ik ben zo ontzettend blij dat je er bent. Want twijfel is zo frustrerend en je wil het waarschijnlijk zo graag loslaten. Je wil dit niet meer hebben. Je wil gewoon rust. Je wil genieten van je leven, van je relatie. Je wil meer voelen. En elke keer is die twijfel er. En die blijft maar. En die blijft maar terugkomen. En ik weet nog heel goed dat toen ik zo enorm twijfelde, dat ik dacht dat ik alleen maar bezig was met die twijfel oplossen en loslaten. En dat alles wat ik deed daartoe leidde. En als ik er nu op terugkijk, dan zie ik heel duidelijk dat ik ook heel veel eraan deed om eraan vast te houden. Omdat ik het heel eng vond om het los te laten. En dat kun je misschien niet voorstellen, want je denkt, nee, maar de twijfel loslaten is echt hetgene wat ik het allerliefste wil. En toch kan het heel erg goed zijn dat je eraan vasthoudt. En dat heeft een reden. En dat is oké. Maar wat we gaan doen is dat ik je even ga vragen om je nu op dit moment voor te stellen dat je de twijfel loslaat. Want dat is een keuze. Je kan er theoretisch gezien gewoon voor kiezen om niet meer te twijfelen. Om jezelf gewoon gelukkig te laten zijn. Dat is echt mogelijk. Jij hebt die keuze. Dus stel je het je heel even voor. Je besluit nu gewoon om de twijfel los te laten. Er hoeft niets meer te gebeuren, je hoeft niets op te lossen, je hoeft niets te doen. Je laat het gewoon nu los. Het zou heel goed kunnen zijn dat je meteen al een soort van benauwd gevoel krijgt. En dat is heel interessant om te onderzoeken, want dat geeft je een soort idee van waarom je eraan vasthoudt. Het kan ook zijn dat het echt heerlijk rustig en een opluchting is. En blijf je dan vooral lekker voorstellen dat je de twijfel loslaat. Maar als je merkt dat je er benauwd van wordt of dat je echt veel spanning gaat voelen, dan kan het zijn dat er redenen zijn waarom je vasthoudt aan de twijfel. Want twijfel is een beschermingsmechanisme en een copingmechanisme. En als je dan de twijfel los wil laten, dan is dat voor je angstbrein, dat deel wat je wil beschermen, een beetje alsof je een veiligheidsdekentje zomaar weghaalt. Het heeft een functie, het heeft een reden en die hoeft niets te maken te hebben met je relatie. Heel vaak heeft hij dat gewoon niet. Maar is het echt een manier om jezelf te beschermen? Dus wat bijvoorbeeld naar boven kan komen, en ik wou dat ik het je nu gewoon kon vragen, als je durft en als je wil, zet het in de comment. Maar wat er naar boven kan komen is bijvoorbeeld dat je bang bent dat je dan de verkeerde keuze maakt. En dat je dan later ongelukkig wordt. Dus tuurlijk kan je nu wel gelukkig zijn in je relatie, maar wat nou als? Later, nadat je een huis hebt gekocht, nadat jullie getrouwd zijn, nadat jullie kinderen krijgen. Wat nou als je dan ongelukkig wordt? Wat nou als dan de liefde op is? Wat nou als dan? Dit is typisch angstbreindenken. Wat nou als later? Het angstbrein denkt altijd in de toekomst en ook vaak in de worst case scenario. Want dat is wat dit is. Dat is de worst case scenario. Terwijl tussen nu en dan zit er nog zoveel tijd. Zoveel tijd om te groeien. Om veel meer liefde te voelen. Om te investeren in je relatie en daar nog veel meer uit te halen. Maar je angstbrein gaat alleen maar uit van de worst case scenario. Dus die gaat ervan uit dat het alleen maar slechter en slechter en slechter wordt. En daarom wil je dat je relatie op dit moment helemaal perfect is. Helemaal perfect is. Dus leg je een vergrootglas op alle dingen die je niet leuk vindt. Of waar je je misschien wel een beetje aan irriteert. Omdat je bang bent dat het later ervoor gaat zorgen dat je echt ongelukkig wordt. En een verkeerde keuze maakt. En daarom kun je de twijfel nu nog niet loslaten. Omdat je die 100% zekerheid wil. Omdat je die absolute perfectie wil. En het frustrerende daarvan is dat die perfectie er nooit komt. Niks zal ooit perfect zijn. En dat is voor je angstbrein echt, echt heel vervelend. Want voor je angstbrein staat perfectie gelijk aan nooit pijn voelen. Nooit meer pijn voelen. En jammer genoeg is dat gewoon nooit een garantie in het leven. Dat je nooit meer pijn gaat voelen.
Dus dat kan er absoluut voor zorgen dat je vasthoudt aan de twijfel, omdat je denkt, omdat een deel van jou denkt, dat als je maar genoeg twijfelt, als je maar genoeg overal dat vergrootglas oplegt, dan is het perfect. Dan weet ik het 100% zeker en dan heb ik nooit meer pijn of dan maak ik nooit de verkeerde keuze in mijn leven. En daardoor hou je dus vast aan de twijfel. Elk moment dat je jezelf voelt ontspannen, heb je geen 100% zekerheid. Realiseert je angstbrein zich dat en ga je weer een vergrootglas opleggen. Want je hebt nooit 100% zekerheid. Niemand heeft dat voor de rest van je leven. En dat is wat je angstbrein wil. Niet in het nu, maar voor de rest van je leven. Dus dat kan bijvoorbeeld een reden zijn. Een andere is gewoon het vage gevoel dat er iets ergs gaat gebeuren. Als je de twijfel loslaat en je stelt je voor dat je gewoon ervoor kiest om jezelf nu gelukkig te laten zijn met alles wat er nu wel is en alles wat er nu niet is. Dan komt er zo'n gevoel van alsof er iets ergs staat te wachten. Impending doom. Alsof er een soort van hele zwarte wolk boven je hangt en dat elk moment er iets kan gaan gebeuren. Wat de twijfel dan doet, is jou het gevoel geven dat je dat erge wat er gaat gebeuren kan voorkomen. Dus het geeft je het gevoel dat je ergens mee bezig bent. En dit is ook echt typisch een angstbrein ding die zich gewoon toevallig heeft vastgebeten op je relatie. Maar het kan over van alles en nog wat gaan. Ik las laatst nog het verhaal van een vrouw die heel erg bang was voor vliegen en daar heel nerveus over was. En ze zei, ik geloof gewoon echt op zo'n moment dat mijn zorgen maken en piekeren en angstig zijn ervoor zorgt dat het vliegtuig niet uit de lucht valt. Dus jouw angstbrein is ervan overtuigd dat zorgen maken en piekeren, wat twijfelen eigenlijk is, ervoor zorgt dat iets ergs niet gaat gebeuren. En soms ben je helemaal niet eens zeker van wat datgene nou gaat zijn. En hoe eng dat ook voelt, het is wel heel goed om daar even bij stil te staan. Van oké, okay, ik word er onrustig van en ik heb het gevoel dat er iets gaat gebeuren, maar wat kan er nou gebeuren? Wat is nou dat hele erge wat er kan gaan gebeuren? En het kan heel goed zijn dat je daar niet nu meteen achter komt, dat daar niet nu meteen een reden voor is. Want het zou kunnen dat dit komt uit heel vroeger. Het kan komen uit je jeugd, in je opvoeding of in je huis, als daar soms chaos was, of een ouder die heel plotseling boos kon worden, bijvoorbeeld. Dan gaat je angstsysteem aan. En die is dan altijd voorbereid op dat er iets ergs of onverwachts kan gebeuren. En als je dat dus nu niet echt merkt in je leven nu, bijvoorbeeld je hebt een hele veilige relatie en er is eigenlijk helemaal geen reden om hier bang voor te zijn. Je angstsysteem staat nog wel steeds aan en is nog steeds, zet zich nog steeds schrap eigenlijk voordat er zoiets kan gebeuren. Het kan uit een heleboel oorzaken komen hoor. Dit zijn maar een paar voorbeeldjes. Maar het kan heel goed zijn. Ik denk dat misschien wel 70 tot 80% van de mensen in hun angstsysteem zit. Dus dat hun angstsysteem aanstaat. En dat is ergens ooit in je leven aangezet. En dan is twijfelen dus een manier om toch het gevoel te hebben dat je werkt aan een probleem. En dat je dus ermee bezig bent en dat erger voorkomt. Een andere reden is bijvoorbeeld, dan kan ik het gevoel niet aan. Ik doe deze oefening ook wel eens met de meiden in mijn programma Rust en de Liefde. En dan komt er een hele lijst, maar deze komt ook best wel vaak voor. Dan kan ik het gevoel niet aan. En dit is zo interessant, right? Want ik had in ieder geval ook heel erg dat toen ik twijfelde, dat ik zo graag ook meer wilde voelen. En ik dacht, als ik maar meer voel, dan ben ik veilig. Dan mag ik gewoon kiezen voor deze relatie en dan zit het goed. Dus waarom voel ik niet meer? En ondertussen weet ik dat ik op dat moment zo ontzettend bang was om meer te voelen. Ik was bang dat ik het gevoel niet aankon. Ik was bang dat het me dan vervolgens ineens ontnomen zou worden of dat er dan iets ergs zou gebeuren als ik mijn gevoel gewoon toe zou staan. Dus soms zijn de dingen waar we zo mee bezig zijn omdat we dat heel graag willen, denken te willen, zijn juist de dingen die we niet toestaan. Dus je wil heel graag rust. Je wil heel graag meer voelen. Maar het kan heel goed zijn dat dat juist de dingen zijn waar je heel bang voor bent. En dan is die twijfel, dat zorgen maken, dus een manier om de controle te houden. Om te zorgen dat je veilig bent. Dat is wat je angstbrein denkt, dat je dan veilig bent. Dus het is zo goed om erbij stil te staan dat hoe graag je die twijfel ook los wil laten, er misschien wel redenen zijn dat je eraan vasthoudt.
En dat dat ook oké is. Je angstbrein is niet slecht. Je angstbrein is niet fout. Je angstbrein heeft gewoon wat liefde en begeleiding nodig om het los te laten. Je hoeft het niet te pushen of te forceren of dingen te doen die je niet wil of waar je niet klaar voor bent. Dat is allemaal niet nodig. Het mag veilig voelen om te helen en om twijfel uiteindelijk los te laten en wel echt die liefde toe te gaan staan en al die gevoelens toe te gaan staan. Want dat klinkt zo mooi en het klinkt zo makkelijk, maar het is ook heel moeilijk. Want het betekent kwetsbaar zijn. Het betekent open zijn. Het betekent het risico accepteren dat iemand je kan afwijzen of verlaten uit keuze of omdat diegene doodgaat. En dat, oh my god, dat is zo heftig. Dat is echt niet makkelijk. Er zijn weinig mensen die zichzelf volledig open kunnen stellen daarvoor. En twijfel is gewoon een manier om daar controle over te houden. Dus weet dat en doe deze oefening als dat oké voelt voor je. Maar weet ook vooral dat je dit los kan laten. En dat de redenen waarom je vasthoudt aan de twijfel, dat je die los kunt laten. En dat als je die loslaat, je twijfel ineens niet meer nodig hebt als strategie of als beschermingsmechanisme. En dat het dus in één keer opgelost kan zijn. En dat is wat we doen in Rust en de Liefde. Online programma ga je daar stap voor stap, gaan we daar doorheen. Als je benieuwd bent of je twijfel ligt aan je relatie of misschien niet, dan kun je de twijfelquiz doen. Die kun je hier beneden vinden in de omschrijving. En als je meer wil weten over twijfel, bijvoorbeeld de 6 oorzaken van twijfel die niet zeggen over of hij de ware is, dan kun je het filmpje hiernaast kijken. Als je meer wil weten over irritatie en waar dat vandaan kan komen, dan kun je het andere filmpje kijken. Ik weet niet waar ze staan. Hieronder misschien. Heel fijn dat je er bent en weet dat alles mogelijk is, zeker in de liefde.